One, two, three, four. Beavers. Beavers are busy, busy like me and you. Busy beavers. I'm a busy beaver. Are you a busy beaver too? I'm a busy, busy. Nou, we zijn nu in het beverbos en we gaan nu, wat gaan we eigenlijk doen, Paul? Nou ja, we gaan op zoek naar bevers. Ze schijnen hier ergens in het wild voor te komen. Dat is in tegenstelling tot plofbevers inderdaad. Daar heb je er een. Hebben ze ook het Biesboscentrum was bang dat heel Nederland naar de Biesbos zou gaan om bevers te spotten. Toen hebben ze gezegd dat we nog een aantal bevers hier in zo'n omhang gedeelte laten lopen. En we hebben een observatieburg. Nu kunnen de mensen zo de bevers fotograferen terwijl ze zwemmen. En dan gaan ze niet meer snel naar de Biesbos in. Ja, je zat te wachten dat RD daar toezicht houdt. Ja, maar het is echt een doel. En zoals je ziet hebben we hier overal willigen aangepoot. Dus die willigen die een gedeelte houden van de winter kappen. En dan hoeven we alleen maar te kappen, of te knotten eigenlijk. En dan gooien we de voer gewoon op de grond. Dan hoeven we niet te sjouwen. Een specht misschien. Steeds geen bever gespot, maar de spanning begint hier toch wel te stijgen. Het wordt hier steeds stiller, hè? Het wordt hier steeds stiller. Wat denk je ervan? Gaan we het nog zien? Ja, we gaan het nog zien. Ja. Ik denk het ook. Ja. Moet er ook geduld hebben. Begrijp je, naderen wij nu een bever? Ik denk dat we in de buurt komen. Denk je dat? Dus we moeten afwijzen. Hier is wel het een en ander gebeurd, ja. Daar, linkerkant voor, zit er een bever? Ja. Ja, ja, we vinden een bever. Ja. Niet wijs hoor. Waar? Oh ja. Yes, we hebben er één. Kunnen we weer terug, man? Ja, de prijs is binnen.